Eerkie, dukie, tijd voor de daily challenge. Gelukkig doet hij het nu. Ik kampte al heel de dag met, of tenminste, hoe ver deze dag al is. Ik bedoel, het is net iets over zessen. Met trage shit. En ik snapte er maar niet waarom. En toen bleek in één keer van, oh, hey, weet je wat? Misschien is hij iets aan het installeren. Want ik was natuurlijk bezig met iets te installeren. En dat was ik vergeten. Nou, zo erg is het niet, maar ik had hem, hoe heet het? Ik had hem opgestart. En toen was ik vergeten dat ik de dag van tevoren het installatieproces op de dingen aangezet had. Op Steam. Dus ja, zo toen nog. Hallo. Kijk, en nou is hij weer heel traag, dus ik ben benieuwd of hij niet gewoon alsnog stiekem zoiets denkt van, haha! Munsterveen. Munsterveen heb ik geen idee van, maar Brunsum, ligt dat niet ergens? Hallo, dit is misschien wel wat. Nope. Brunsum. Ik ben helemaal vergeten waar Brunsum ligt. Ik heb gewoon echt gewoon zo. Mijn hoofd zegt van, nope, does not copy, does not compute, Munsterveen. Oh, misschien dat deze. Die posters die wilden nog wel eens. Maastricht Airport. Oké, gaan eens kijken of we Munsterveen kunnen vinden in die paar seconden. Of Brunsum, dat kan natuurlijk ook, een van de twee. Brunsum. Münster, oh nee, dat is Münster geleend, dat klopt niet. Crap. Wat? Heeft hij dan toch de Brunsum gepakt? Oh, het was wel Münster geleend. That's a happy mistake. Daar ben ik blij mee. Dit is waarschijnlijk Noorwegen. Ja, dit is waarschijnlijk Noorwegen. Oké, dat is een begin. Begin is gemaakt. Hij doet het nou ook gewoon veel soepeler dan dat hij toen net bij de Nederlandse gok deed. Maar Munsterveen is volgens mij toch ook gewoon een Nederlandse. Nederlandse stad, toch? Huh. Oké, anyways. Laten we ons focussen op het hier en nu. Het hier en nu brengt ons naar een Noorse plaats. Ergens in een gletsjer.
Oh, dat was waarschijnlijk gewoon een bordje voor de, ja. Voor iets wat waarschijnlijk niet op de, hoe heet het? Op de dingen staat, op de kaart. Waar, oh, waar. Ja, dit is waarschijnlijk... Nee, dit is Breivik. Nou weet ik dus niet of dat symbool betekent van... Hé, dorpje. Of dat het gewoon betekent van... Hé, hier heb je iets wat je ook kunt bekijken. Dit is een memorable sightseeing spot. Alleen dan op zijn Noors, zeg maar. Ik ken geen Noors, dus... Ik zou ook echt niet weten, hallo. Ik zie daar wel wat meer, maar ik... zou ook... Ja, nee, dat is gewoon hutjes en houtjes en dingetjes. Shorna Tunnel. Dat zegt me helemaal niks. Eh, crap. Klein momentje. En weer terug. Oh. Ja, ik zat er maar 459 kilometer naast. Oh, het was echt dus... Ik had niet verwacht dat het zo hoog zou zitten. Nee, hij heeft geregistreerd dat ik op dingetje geklikt heb. Zucht. Nou, tot zo dan. Oké, daar zijn we weer. We gaan maar gewoon snel verder met deze. Want anders ontpest ik het nog meer. Dit is... Zou dit Engeland kunnen zijn? Oh. Ah, dat helpt al wel. Hedu. Eens kijken of we ergens een plek kunnen vinden die Hedu heet. Ik bedoel, ik denk niet dat ik heel veel meer... of is Hedu het Waalse woord voor politie? Dat kan natuurlijk ook. Zullen we maar gewoon inderdaad verder gaan voordat ik... zometeen een... Am I king in a fool out of myself? Maar dan op zo'n Waals... Premier, dit is gewoon een taxi. Taxi service. Hallo. Spectrum Technologies. Is je misschien stiekem achter op de achtergrond weer begonnen met... Ik heb het idee dat hij stiekem op de achtergrond weer begonnen is met de update of zo. Hij heeft er even, heel even, nou niet heel even, gewoon, hij heeft er gewoon geen zin in. Joinery Co. Zei ik trouwens dat het Waals was? Welsh moet dat zijn. Welsh voor de politie. Tenminste, althans, dat hoop ik. Ik hoop niet dat ik nou mijn kans opgegeven heb voor betere punten met... First Clutch Gym. Cool. Het zit op een industrieterrein, de gym. Dat durf ik oprecht niet te zeggen... In hoeverre dat in... Volgens mij is dat trouwens in Nederland ook best wel redelijk. Dat er wat sportscholen op industrieterreinen zitten. Tenminste, op dat soort industrieterreinen. Gewoon verzameling,
bedrijventerreinen. Dat is misschien een beter woord. Ja, 101 kilometer. Hoewel als die plaats Hedum heet, hè? Echt serieus dan. Op als de enige op het vlaggetje klikt. Nee, ik zie al dat dat bridge iets heet het. Laten we maar gewoon naar de volgende gaan. Zal maar zeggen hallo. Ja, dit is ook wel vrij Engels, zullen we zeggen. ik denk niet dat dit in Japan of zo. Nou, weet je, Japan, dat zou ik nog wel kunnen zien. Weet je, dat dit met die nauwe straatje en zo, als de huizen er anders uit zou zien, dan zou ik nog wel kunnen zien dat er ergens zo een telefooncel staat. Maar de rest schreeuwt gewoon dat het Engeland is. Sterker nog. Daarom. Ja, kijk. Toen was ik nou al redelijk wat. Fox and Sons. Denk dat ik hier vooral moet kijken. Patent Display. Patent Display. Nee. Oké. Ik wilde zeggen van. Nou, weet je wat. Dit ziet er wel uit alsof het weer in Wales kan zijn. Maar helaas. Ja. Of niet. Hallo. Ja, dit is Engeland. Dit is niet Wales. Weet je. Aangezien dat ik denk dat het Wales is. Is het maar daar weg. Ik bedoel. Iets zal uiteindelijk wel de locatie weggeven. Uiteindelijk. Ik kan ook zo goed zien dat het een, hoe heet het? Engels dingen. Oh, hallo. Ik bedoel, er zijn wel echt wel, trouwens, never mind. Oh wel. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit. Zijn daar veel hekken rond kerken? Ik probeer me nou de kerken voor te halen die ik ken hier in de buurt. En dan kan ik eigenlijk niet echt zeggen dat er een hek rond de kerk zit. Maar goed, die kerken zien er ook anders uit. Mede waarschijnlijk door het feit dat het een andere stroming is. Hallo. Minehead en West Lamp. A39. Minehead. En. Die loopt hier. Dit is Minehead. Dit. Waar is dat? Dit is. Oh. Ik ben blij dat die A39 zo dicht tegen dingen aanloopt dan, zeg. Serieus, dat die hier loopt. Dat. Boah, klein beetje blij maar. Oké, dit is een snelweg. Duh. Laten we eens. Want ik zie daar potjes staan. Niet dat potje. Dit potje. Als dat een potje is en niet een boom. Misschien dat dat hem wel is. Nee, het was een boom. Oh! Verandering van het seizoen. Jezus. Ja. Yeah. Oh, kijk, dit is interessant. Dit zijn plaatsnamen. Hopelijk. Misschien ook wegen en nummers en
Vermont. Goh, wat zou ik zijn? Vermont. Laten we daar eens even kijken. 67-7. En adem ook nog. Het voordeel is dat Vermont vrij klein is. Nadeel is dat Vermont zo klein is. Acht, negen en daar. Dit is Bennington. Is dat dan ook Noord-Bennington of is dat dan anders? Dit is wel die 7, maar is dat 7a? Dit is 7a. Dit is 67a. Dus wacht even. Ik kom op een plek waar 7a en 67. Maar dit is niet 67a. Dit is 67a. Is dit nog 7 dan? Dit was... Wacht even. Dit is 7a, dit is 67a. Hier ontmoeten ze elkaar. Daar rijd ik naartoe. Dan past het alweer. Oké. 3 kilometer. Dat vind ik goed te doen. High score 53-305. Alleen die Noorse, maar niet. Nogmaals. Tenzij ik echt een bordje specifiek met dat mooie Irana gevonden had. Want dat zat er vlakbij. Had ik het niet gevonden. Daar ben ik echt heel eerlijk over. Dit is niet. Even kijken. 305. Dat was hier geweest. Dat was de 43ste geweest. Maar goed, de rest was eigenlijk best wel, ik kreeg genoeg bordjes en dingetjes te zien, dus, nou, dat is niet helemaal waar. Aan de andere kant, ik ben ervan overtuigd dat hij in die, hoe heet het, in deze, dat die ook nog vast wel ergens een bordje of zo stond. Maar goed, dat was hem voor deze keer. En dan zeg ik tot morgen.